Anders Bik Ook gaat eigenlijk over iemand die werkelijkheid en droom een beetje door elkaar gaat halen. Dus hij weet niet meer echt wanneer hij nou in de echte wereld leeft en wanneer hij in de, nou ja, in zijn droomwereld leeft. En zie je eigenlijk dat Thomas helemaal mentaal helemaal de weg kwijt is. Helemaal door zijn schuld opgefroten. Het is niet makkelijk, zeg maar, gedaan. Het is geen Carrie Slee verhaaltje of zo. Ik ben dus Rose en ik ben dus een jeugdvriendin van Thomas. Dat hij zijn jeugdvriendin Rose weer opzoekt. Maar komt hij haar wel echt tegen? Dat weet je niet. En ik schrik daar heel erg van. Ik zie opeens van een jongen die eerst gewoon een goede vriend van me was, is opeens heel erg veranderd. En hij is opeens, ja, een soort van... Hij ziet er heel slecht uit, hij is ontzettend drugsverslaafd, hij is gewoon bijna eng geworden. En mijn karakter probeert hem weer terug te halen naar de goede oude tijd. Hoe loopt de pad des levens? Ja, bij deze jongen niet zo goed. Dit is het shot? Ja. Is dat goed zo? Met die kleur? Nee, dat is even zo staan. Door de camera steeds wel dezelfde kant op te bouwen, maar... Eigenlijk net als in Amerika een echte set te bouwen, ja, is dat super vet geworden. Bij mij was het die nepnagel. Die vond ik heel super vet. Maar het was ineens echt een goed restaurant. Het was echt, ja, was cool. Ja, ja. Precies. Hè? Precies. Oh, precies. Ik denk dat soms met een andere groep dit project helemaal nooit had kunnen slagen. We verlangden een heleboel van iedereen die op de set stond, maar iedereen heeft het toch gedaan en heeft al zijn tijd erin gestoken. En misschien vind ik dat in het algemeen nog wel het mooiste, dat iedereen zo gepassioneerd zijn eigen deel erin heeft bijgedragen, ook al was het een klein rolletje zoals een scherm of iets vasthouden. Iedereen heeft zijn eigen bijdrage geleverd en dat zie je aan alles af. Je ziet aan dat het geluid goed is gelukt, je ziet aan het beeld dat goed is gelukt, het licht, alles komt goed samen. En dat is de enige manier om dat te bereiken, is door perfecte samenwerking en een crew die er alles voor geeft. Lopen met die nepnagels was wel jammer. Ja, zagen er wel mooi uit. Ja. Maar... Kun je nog weer gaan staan, lief, alsjeblieft? Mensen werden een beetje bang. Ja, er werden heel veel mensen bang. Ja. Dat was wel leuk. Doe mag nog wel ietsje lager, Joost. Ja, weet je zeker? Nou, doe toch maar ietsje hoger. Ja. Precies waar je was. Dit zijn enen. Enen worden bedreigd. Stuur geld naar de enen. Met sms 8. Red de eend. Anders zijn er geen eend. Dat ik scooter ging rijden. Dat was echt wel heel eng. Maar alles wat ik aanraak gaat kapot. Dus ik dacht echt, dat wordt helemaal niks. Wat mij het meest is bijgebleven. Nou, dan is dat toch wel de horror van de Bakenissengracht. Wij zitten aan de kade, midden in de stad. Alleen maar Duitse toeristen in de vakantie. Die het ongelooflijk plezant vonden om naar de camera te zwaaien. En hele leuke bekken te trekken. En vooral heel erg diep de lens in te staren. Dus dat was één. Oh, kijk, echt vol de camera in, sorry. De tweede scène was heel lang. Ja. Ja. En het kostte best veel moeite om dat goed op te nemen. Daar hebben we ook echt langs aan gezeten. En dat was wel heel heftig, vond ik. Dat was ook vooral omdat we het niet echt geoefend hadden. Nee, ja. Die scène. En daar hadden we niet echt tijd voor gehad. Dan had je nog dat wij tussen heerlijke drie kerken zaten, die na elk half uur op een precies ander tijdstip afgingen. Kut. Dat we ook hebben kunnen genieten daar van regen en andere heerlijke weeromstandigheden. Ja, Bakenessengracht, daar heb ik flink lopen huilen. Echt hard. Hi, ik ben Emma. Ik speel absoluut de grootste hoofdrol in deze film. Dit is een jongen die ik heb ingehuurd. Hij is figurant 1. Ja, ik sta er een beetje bij. Ik zorg scooters voor haar om de kade in te rijden. Ja, daarachter hebben we Simon. Ja. Ja, hij doet gewoon helemaal niks. Dus kunt u... Oké, is goed. Doei. Helemaal zo. Wacht, dit zijn mijn spullen. Sowieso is het gewoon lekker om te acteren. Beetje jammer van jou. De karakters die het raarst en het gekst zijn eigenlijk, zijn het leukst om te spelen. Alleen wel moeilijk om te vinden waar dat dan vandaan komt, zeg maar. Want zoiets, zo'n emotie moet je in jezelf zoeken. Ik hoop dat mijn Engels niet te heftig is, dat mensen denken, oh my god. No! We hadden zeg maar een pop gemaakt
En die pop, dat stelde, ik weet niet of dit mag klappen, maar ik doe het gewoon. Maar in ieder geval, die pop, dat was Yves. Dat was Yves. Dat was Thomas. Dat was Thomas, ja. Die in de gracht sprong, zeg maar. Dus die moest ik erin gooien uiteindelijk, ja. Ja. En dat was heel grappig, want er werd gewoon echt een pop in het water geduwd. En iedereen die de pop dreef ook echt de gracht uit. Ja, maar jij was niet bij het maken. Nee, het maken, toen werd ik helemaal ingetaped. Oh, ja. Echt van een tape. En toen werd ik losgeknipt. En daarvan is die pop gemaakt toen. Ja, dat van mijn vorm. Nou, misschien één dingetje. Pak je popcorn erbij. Gooi lekker wat heerlijke soda in een glasje. Pak je glas in je popcorn. Ga zitten op een heerlijke sofa. Druk die televisie aan. En kijk Under the Big Oak, want ja, wat wil je anders doen met je leven? Dit is het. Ja, ik wil ook even zeggen dat ik het best wel kut vond om met Yves te spelen. Hij is zeg maar echt ziek egoïstisch, dus hij denkt alleen maar aan zichzelf. Hij geeft je totaal geen spel. Nee, dat jij nou een brugklas speelt. Je stonk uit je mond de hele tijd. Het is vet irritant. Je zet het zo'n snotje hier in je neus. En ik moest er steeds tegen aankijken. En dat echt... Oh, ga je eerst maar eens leren acteren. Zeg jij. Ik heb een brugklas gespeeld. Ik heb wat bereikt. En zien. Achter de schermen. Dat zijn wij. Echt liefde, onverwoestbaar. Oh.